heel knap, maar is dit? Recht, recht, niet heel knap, maar. Zag je hem blozen? Dirk Proper en Kenneth Taylor. Precies, dat zijn onze kandidaten in de nieuwe minigames. Kenneth en Dirk, van harte welkom bij de minigames. We doen van tevoren een kleine warming-up. Spreekt voor zich of heb je geen idee wat dit is? Nee, hij spreekt wel voor zich. Nou ja, in dat geval zou ik zeggen, pak hem lekker beet. We beginnen aan de rechterkant en dan gaan we naar de linkerkant. En ondertussen ga ik jullie vragen stellen, zodat ik kijk wat meer over jullie te weten komt. Oké, spaghetti of chili con carne? Spaghetti. Spaghetti. Echt? Wat is de lekkerste keuken die je kan bedenken? Italiaans toch? Kan je ook een beetje Italiaans, kennen? Ja, buongiorno. Hoe is het met jouw talenknobbel voor de rest? Ah, prima. Ja, kan je een beetje Spaans? Ja, hola. Hola, supermercado, telefoonco por aquí. Ja, bien. Wie zit er het meest op Instagram? Kenneth Taylor, 100%. Nee, Kenneth Taylor. Nee, Kenneth Taylor. Is hij een beetje een social boy? Nee. Ja, je moet eens kijken wat hij allemaal in zijn caption zet, joh. Ja? Wat voor caption zet Kenneth? Ja, Kenneth is tegenwoordig overgegaan op het Engels, dus ik denk dat hij die talenknobbel wel... Je bent nu al je ambities even verder vooruit zetten. Ja. Ja, naar welke club ga je volgend jaar? Ik blijf bij mijn clubje Ajax. Kijk, dat horen we graag, dat horen we graag. We willen zien shine in het eerste, toch? Dirk, lekker. Dirk en Kenneth, we gaan nu echt beginnen. Dit is het allerbelangrijkste, dit is waar het om gaat. Besef dat je op dit moment de Champions League finale gaat spelen. Zijn jullie klaar voor? Ja, zeker. Ja? Oh, je noemde net de beste voetballer. Lionel Messi. Ja. Lekker, dat is hem. Hij speelt bij Ajax. Hij kwam veel in de media om transfer te maken. Ziyech, Tadic. Ja, ga door. Frenkie de Jong, Matthijs Ligt. Nog één. Hij blijft bij Ajax. Donny van de Beek. Ja. Zo, hè, jeetje. Middenvelder Barcelona, Kroatisch. Frenkie de Jong, Kroatisch. Van Barca. Rakitic. Ja. Juist, lekker. Braziliaanse ster speler links buiten. Nee, maar. Ja, dit tempo zoeken we. Rechts buiten van Liverpool, Egyptisch. Salah. Ja. Heel knap, maar is dit? Recht, niet heel knap, maar. Zag je hem blozen? Nee. Oeh, hij speelde eerst bij jongens, hij is nu bij onder 19 Nederlands elftal. Marokkaanse roots van PSV. Hij zat eerst bij ons. Middenvelder. Iatare. Ja. Juist, heel goed. Andere Kroatische middenvelder, Real. Modric. Ja. Juist. Franse speler, spits naar Barca. Griezmann. Ja. 3, 2, 1. Captain Jack Sparrow. Hij heeft deze ook weggegooid. Is dat Van de Wiel? Van de Wiel, ja. Oh, fuck man. Ah, slecht plaatje hoor. Kenneth, jij bent natuurlijk aanvoerder. Wat voor inspirerende woorden ga je nu tegen Dirk zeggen om die tweede helft te rocken? Ga gewoon kapot maken, maar simpel. Ga gewoon proberen ons best te doen om het te halen. Oké, Dirk. Oh, motiverend dit hoor. Dankjewel, Kenneth. President van Amerika eerst. Obama. Juist, top. Tempotje dit hoor. Vroeger tijdschrift, iedereen had het, is een eend. Hoe heet hij? Donald Duck. Juist. Rapper, rijkste rapper nu. Oh, boef. Ja. Top. De linksback van Ajax, zijn vader. Danny Blind. Ja. Ene beste voetballer van de wereld. Ronaldo. Oké, goed zo. Maak Fortnite video's, is ook rapper, dik. Supergaande, juist. Noem je hem nou dik? Middenvelder, een maatje van jou zit hier ook bij het Nederlands elftal, speelt bij PSV. Van welk team? Als je schiet. Van PSV, Jokers middenvelder, schutter. Juist. Kijk. Van de Avengers, die gast in dat pak. Dat kan niet. Hey, commentaar! Commentaar! Jack van de Goal, van die goal. Van de goal, van Dennis Berg. Juist! Bijt mensen, spit van Barcelona. Die film die je altijd op kerst ziet van die jongen. Juist. Ja. Oei, net binnen de tijd. Zullen we gaan tellen? Dan gaan we erachter komen hoeveel jullie daadwerkelijk in totaal hebben. 19, 20, 21, 22, 20, 24, 25. Pleuris. Wacht even jongens, ik moet even terug, even een warm moment. Ja. Nee, begrepen. Jongens, ik heb een kleine fout gemaakt. Ik moet toch de score herzien. Jullie hebben er geen 25, maar 26. Zijn jullie blij met de score? Ja. Komt wel beter, denk ik. Ja, denk ik ook wel. Ja, dus er moet een revanche komen, zeg je? Ja, eigenlijk wel. Oké. Nou ja, laten we zeggen bij... hoeveel duimpjes omhoog?
600 likes. 600 duimpjes omhoog voor deze video. En dan komt er binnenkort misschien wel een revanche. Jongens, dank jullie wel. Aangenaam. Voor het meedoen. Dank u wel. Wil je nou meer minigames zien? Klik dan op het i'tje hierboven voor meer informatie. En abonneer natuurlijk op Ons Oranje. En dan zie ik jou heel graag bij een volgende video. Maso. Nee, wie is dit? Ik ken hem ook niet. Gaat dat is slecht, jongen. Hé, maar ik wist dat allemaal. Nachi.